Welkom bij De Beursvoyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. Terwijl we bekomen van de grootste beleggerscoutsvergadering in Omaha, scherpen we onze koksmessen om jullie van delicieuze beurshapjes te voorzien. Gerechtjes waar de amuses op de aandeelhoudersvergadering grijs bij uitslaan. Van Sofina tot Brederode, van Colruyt tot Walmart, je hoort het allemaal hier bij De Beursvoyeurs. Immer aan mijn zijde, waarvoor heel veel dank, Ellen Vermorgen van de Tijd en Simon Renti van de Belegger. Welkom beiden. Dag Thomas. Zijn jullie al een beetje bekomen van de Jamboree in Omaha? Jawel, toch hè. Ja, bij mij ging die gepaard met een wild huwelijksfeest van een collega, waar we dan ook op onze gsm de Omaha... Maar je meent dat, je bent dan dus op een unieke dag, het trouwfeest van een collega, en zit je ondertussen naar Warren Buffett te roeren op de dansvloer tussen de wilde warm, dansjes in, af en toe een keer kijken. Ja, grellig hè, zo nerdy zijn we dan hè. Ja. Echt? Simon, heb jij er ook van genoten? Ja, natuurlijk. Het is toch wel altijd zo een eikpunt, een rustpunt in het beleggersland. En het blijft toch een levende legende. Jawel. In het beleggersland. Die Warren Buffett. Dus, Al wie nu al gestopt is met vieren wat hij te vieren had, je kan daar alles over te weten komen als je luistert naar de bonusaflevering van de Beursvoyeurs die daarover gemaakt werd. Toch, Ellen? Jazeker. Okay. Jawel, onze reporter was daar in Omaha en is met een hele ton verhalen naar huis gekomen. En wie geïnteresseerd is, kan inderdaad die verhalen horen in de bonus Beursvoyeurs. Wauw, wat een tongtwister. Ja, de bonus Beursvoyeurs. Allitereert wel lekker weg, dat wel. Goed, één vraag nog voor we echt van start kunnen gaan, puur administratief, maar toch, hebben jullie al gestemd voor de Belgian Podcast Awards? Ja, ik wel. Ja, ik heb al wat promo in mijn netwerk. Ik heb er zelf nog niet op gestemd. Maar Simon, jij afvallige. Ja, we zijn daar dus genomineerd met de Beursvoyeurs twee keer zelfs, in de categorie Business, kan ik nog wel volgen, en Entertainment, onverklaarbaar. Fantastisch. Ik ben nog undecided op wie ik ga stemmen. Maar Simon, ik ga zelfs manu militari met u naar uw computer en je zult mij bewijzen dat je gestemd hebt. Goed, ik mag het hopen dat je gaat stemmen, Simon, want het zal niet zo lang meer duren. Stemmen kan nog tot 15 mei. De link vinden jullie in de show notes. En ik hoop vurig dat onze gast van vandaag ook al gestemd heeft op die Belgian Podcast Awards. En dan meer dan genoeg over de Belgian Podcast Awards. En dan vooral op ons, zou heel fijn zijn. Ondernemer, puur sang, met een neus voor innovatieve ideeën. En mocht dat allemaal nog niet snel genoeg gaan, schakelt hij gewoon vrolijk een versnelling hoger. Welkom, Sam Heijmans, CEO van Lizzie. Dankjewel. Dag Sam, hoe gaat het met jou? Heel, heel goed. Het is een drukke periode voor ons. Het is een heel... snelle groei die we hebben gehad dit jaar. Dus we weten wat we doen, maar het gaat heel goed. Eerst zodat iedereen mee is, Sam, kan je een elevator pitch geven van Lizzie? Wat doet Lizzie precies? Ja, Lizzie is eigenlijk een leasingbedrijf. Hè. Het is een leasingfirma, maar een leasingfirma die twee dingen eigenlijk anders doet dan de andere leasingmaatschappijen. Enerzijds werken we enkel met recente tweedehandswagens. He, dus we kopen enkel recente tweedehandswagens, waardoor we goedkoper kunnen zijn. Iedereen weet wel dat als je een nieuwe wagen koopt en rijdt van de parking van de garagist, dat die al minder waard is. Ja. Dus wij gebruiken dan recente tweedehandswagens. En anderzijds zijn wij een volledig digitaal bedrijf. Dus je kan op onze website lizzy.be eigenlijk op een aantal kliks jouw wagen bestellen. En die krijg je dan ook binnen een aantal weken geleverd bij jou thuis of op kantoor. Wauw. En hoe is dat bedrijf ontstaan? Hoe ben je op dat idee gekomen? Ja, het is eigenlijk een lang verhaal, maar ongeveer een 5,5 jaar geleden werd ik gebeld door een vriend en die zei tegen mij, ik ga je voorstellen aan Vincent, jullie gaan samen een bedrijf bouwen en dat gaat enorm succesvol zijn. Mm-hmm. Ik zeg tegen hem, ja Fabian, misschien moet ik toch eens op eerste date gaan met Vincent, ik heb hem nog nooit gezien, vooraleer dat we hier het huwelijkscontract ondertekenen. Maar dus eigenlijk effectief hebben we afgesproken, eerst een meeting gehad en dat heeft geklikt. En daarna zijn we eigenlijk... het idee pas beginnen zoeken. Het is een beetje een rare manier misschien om een bedrijf te starten. Ja, inderdaad. Het team starten dan pas met het idee. En we zijn eigenlijk met bedrijven gaan spreken en echt als vraag gesteld van wat is nu een probleem dat jullie hebben? En een probleem dat altijd terugkwam bij elke bedrijfsleider waarmee we spraken, was die leasing. En het is zo dat sommige bedrijfsleiders, toen ze over hun leasingfirma spraken, echt boos werden.
Ja, oei. Echt effectief rood in je gezicht. Oei, oei. Echt. Ja. Dat was eigenlijk heel speciaal. En toen hadden we zoiets van, oké, hoe komt dat nu? Waarom ben je dan niet gelukkig met jouw leasingbedrijf? En dan zeiden ze, ja, we betalen zoveel en we krijgen weinig service. En als we mailen, dan sturen ze niet terug. En we zijn eigenlijk maar een klein bedrijf. En die grote leasingbedrijven kijken niet naar ons om. En dan zijn we beginnen nadenken, hoe kunnen we dat probleem hier gaan oplossen? En we hebben echt een leasingfirma gebouwd die echt voor de KMO's. Hè. Het is echt enkel voor bedrijven, echt voor die kleine bedrijven die eigenlijk zo een beetje verwaarloosd worden. Ja. Daarvoor hebben we leasing opgericht. En dus met die tweedehandswagens werken, dat loste echt een probleem op voor hun. Zij willen eigenlijk snel kunnen schakelen, ze willen snel geleverd krijgen. Je bestelt vandaag een sweater op Zalando, dan wil je ook niet 6 maanden wachten. Ja. Die dan in een of ander depot gaan halen, ergens in de rand rond Brussel of zo. Ja. Je wilt die gewoon thuis geleverd krijgen. En je wilt ook niet te veel betalen en je wilt ook goede service krijgen. En dat kan je eigenlijk van vandaag de dag doen door het digitale. Kan je eigenlijk mensen gaan bereiken en bedienen op een andere manier. Dus het is echt een digitale tool, Lizzie. Het is eigenlijk echt een leasingmaatschappij, maar inderdaad, alles werkt digitaal. Zowel het bestellen van de wagen als de afterservice. We gaan zoveel mogelijk digitaal trekken. Het is een beetje vergelijkbaar met banken. Hè. Jullie spreken ook soms over de banken hier op de podcast. En de banken vroeger moest je ook na het loket gaan om een overschrijving te doen. Dat was heel moeilijk. Vandaag de dag is alles in de app. En dat is ook de toekomst natuurlijk van de leasing. Hè. Alles gaat digitaler worden. En wij willen het eigenlijk de beste digitale leasingmaatschappij in Europa bouwen. Daarnaast ben je ook met beleggen bezig. Is dat dan voornamelijk in je eigen bedrijf? Eigenlijk, ik ben misschien het meest slecht voorbeeld van een belegger, want zowel al mijn tijd en al mijn geld zit in leasing. Dus dat is voor een ondernemer. Ja. Dat is inderdaad voor veel ondernemers. Heel veel geld zit in jouw eigen vennootschap. En dus daarnaast koop ik ook nog wel aandelen. En daar ga ik eigenlijk proberen net keihard te diversifieren. Omdat ik zo ongediversifieerd ben, zowel qua tijd als qua geld. Dus beleggen is echt iets voor mij waar ik eigenlijk uit nieuwsgierigheid mee bezig ben, om iets over andere bedrijven te leren. Ik bekijk het een beetje zoals bij een voetbalmatch. Als je naar Denemarken, Duitsland kijkt, dat is niet zo spannend, maar als België-Duitsland speelt, dat is toch spannend. Dan wil je het zien. Ja. En je kent die spelers, je volgt het op. En dus ik vind het best wel tof als je zo, ook al zijn maar een paar aandelen hier en daar, en je leest dan de tijd door de Financial Times op. Dan is het een pak spannender als je geïnvesteerd bent. Dat is toch zo. Dat is zeker. Ja. En het is een beter hobby, denk ik, dan op Instagram filmpjes kijken of zo, om eens een keer gewoon door de tijd op te scrollen te zien, oké, hier is een bedrijf, ik heb daar aandelen van, of een concurrent van een bedrijf waar ik aandeel van heb. Ik begin toch wel zo wat persoonlijker te worden. Dan. Ja, je klinkt net als een die-hard belegger, hoe dat je het nu omschrijft. Hè? Ja, opnieuw, het zijn zeker kleine bedragen, relatief gezien. Ja. Maar ik vind het wel tof. Het triggert die curiosity, hè, die nieuwsgierigheid als ondernemer hebben om iets te leren. En het zijn ook mooie voorbeelden, hè, als we toch voetbalanalogie aan het gebruiken zijn. Het is een soort van Champions League, hè, de beurs, hè, dat zijn wel de beste bedrijven. En die kunnen volgen en kunnen zien, oké, hoe doet die CEO het en wat is hun strategie? Dat is best interessant. Zou je met Lizzie op de beurs willen staan op een dag? Wanneer mogen we dat verwachten? Het is misschien wel een droom van vele ondernemers, maar het is zeker niet dat we op korte termijn bekijken. Dus we weten nooit wat er gaat gebeuren. Ik hoop dat we ooit die optie hebben. Het is natuurlijk een mooi compliment om de optie te hebben om naar de beurs te gaan. Opnieuw, het is een beetje de Champions League. Dus als je daar kan spelen, is dat interessant. De Brusselse beurs zou anders van nieuw bloed kunnen gebruiken. Dus altijd welkom. Jullie zijn zeer welkom, ja. Ja, de Europese beurzen, die hebben inderdaad, die kunnen wel wat nieuwe bedrijven gebruiken, dat klopt. Van wie heb je eigenlijk leren beleggen? Is er iemand die het jou geleerd heeft? Goh, nee, het is echt natuurlijk wel. Allez, je spreekt erover met mijn vriend, die leest wel eens een boek hier of daar. Laat je wel beïnvloeden door mensen. Maar ik denk dat het echt gewoon een soort van nieuwsgierigheid is. Ja. Het is echt die nieuwsgierigheid die bij mij misschien de rode draad is geweest van oké, wat is dit bedrijf, wat is dat bedrijf, hoe zit dat in elkaar, die industrie? En dan begin je te lezen, begin je een beetje rapporten op te zoeken. En dat is gewoon plezant. Ontzettend boeiend allemaal voor een man van hoe oud ben je, mag ik dat vragen? Ja, ik ben 29 jaar oud. Amai. Wauw, ja. Welkom Sam, heel blij om je hier bij ons te hebben in de studio vandaag. Over naar onze vailleurs. De beursblik. Ellen en Simon, waar zullen we vandaag eens dieper op ingaan? Wat houdt jullie bezig? Simon? Ja, laten we misschien voortgaan op hetzelfde onderwerp, de expertise ook van onze gast. De autosector op de beurs. Het is toch wel opvallend, dit jaar in Europa is het een van de best presterende sectoren. Er zijn heel veel autobedrijven, autobouwers vooral, die heel mooi zijn opgeveerd. En wat toch opvallend is, want er komt alweer een uitdagend jaar aan voor de autobouwers. Dus er wordt voorzichtig ook wel wat gesproken over een soort van rotatie van groeiaandelen naar value-aandelen. Het is altijd wat een gevecht tussen beleggers. Hè. Moet je nu in snelle groeiers die wat duurder zijn beleggen of in die goedkopere waarde-aandelen die wat genegeerd zijn? Ja. En die autobouwers die zaten wel wat in dat schuitje van zeker de klassieke
Europese autobouwers waren eigenlijk heel laag gewaardeerd. Misschien wat genegeerd door beleggers, omdat ze liever kijken naar een echte innovatieve disrupteur, zoals Tesla er een is. Mm. En bedrijven zoals Renault of zo, ja, dat die dat wat genegeerd waren. Dus misschien moeten we het een beetje in dat opzicht wel bekijken, dat ze een opleving te goed hadden. Ja. En het is toch wel opvallend, een van de beste presterende sectoren dit jaar in Europa. En wat zijn de verdere vooruitzichten? Ja, klopt. Ik vind het grappig dat je dat zegt, een rotatie richting waarde. Want we zijn nu de meimaand, die is nu aangebroken. En er wordt wel eens gezegd, volgens dat oude beursadagium, dat vooral waardeaandelen tussen mei en oktober beter presteren. In de slechtste periode. Ja, in de slechtste periode van het beursjaar, zo gezegd. Wie houdt van dat soort kalenderachtige overpeinzingen? Dat waarde eigenlijk vanaf mei het goed doet. Dus dat zou de autobouwers nog altijd sterke kaarten moeten geven voor de rest van het jaar, Thomas. Maar ik zie daar toch ook wel wat wolken voor de zon. We hebben vorige week een aantal publicaties gehad van autobouwers die eigenlijk niet zo bijster waren. Ik denk Stellantis. Dat waren echt cijfers die door de markt heel zwak werden onthaald. Stellantis, moet je weten, is dan al een van die echt achterblijvers. Noteert heel veel onder de boekwaarde. Is echt bij de laagst gewaardeerde autobouwers in Europa. En dat iedereen een beetje de kat uit de boom aan het kijken is van wie gaat het laken naar zich toetrekken in heel die elektrificatiegolf. En dat daardoor dat een beetje koffiedik kijken is wie daar de winnaars van worden. Bij Renault zien we dat er heel veel van die R5 wordt verwacht, een kleinere stadswagen die op de markt komt, een elektrisch model. Daar zit heel veel hoop op gespannen. Wordt dat nu het grote volumemodel naar elektrische stadswagens toe? En wat ik ook zorgwekkend vind, ik weet niet of jullie dat hebben gezien, er circuleren foto's van de Antwerpse haven. Aerial views. Ik heb die gisteren zien passeren op social media. Onder andere Koen de Jonkheren van Gimfat had getweet. Waarop je ziet hoeveel in onze haven, de Antwerpse haven, een van de grootste automobielterminals in de wereld, hoeveel verweesde Chinese auto's daar staan. Verweesde Chinezen. Ja, verweesde Chinezen. Toch, echt, je kunt daar niet bij. Wat een zicht dat is. Ja, een absurd beeld van een grote carpark vol met Chinese wagens die hier op de Belgische markt toekomen en die daar staan te verpieteren, soms zelfs 18 maanden of langer daar staan. Ja, is dat dan geen gigantische opportuniteit voor Sam, denk ik. Sam gaat hier. Ze staan allemaal klaar, Sam. Wie weet. Maar alleen voor mij, ik vind dat dan zo'n... ik zie dan echt zo een waste of capital. Als ik die een foto zie, wat zit daar van overaanbod? Wat komt dat gigantische aanbod hier doen op een moment dat eigenlijk autoverkoop of consumentenbestedingen net zeggen dat we met z'n allen een beetje minder wagens gaan aanschaffen? Sam, baart jou dat dan geen zorgen als je die beelden ziet van die massale toevloed van Chinese auto's hier? Ja, ik denk, er zijn zeker een aantal excessen die gebeuren op de markt. Hè, in elke markt gebeurt af en toe. Maar ik denk, als we even uitzoomen, dat er een ander aspect speelt. Inderdaad, er zijn de Chinezen, die zijn heel lang al bezig met de ontwikkeling van die elektrische wagens. Ze zijn daar gewoon enorm sterk in geworden. En de vraag is gewoon, wat gaan de Europese of de Amerikaanse merken er tegen doen? En dat is helemaal niet eenvoudig. We hebben hetzelfde gezien in de jaren 70 en 80 met de Japanse constructeurs. Dat was eigenlijk ongeveer hetzelfde verhaal. Oliecrisis in Amerika. Opeens zou iedereen kleinere wagens hebben. Ze wouden zuinigere wagens hebben. En die Japanners stonden gewoon klaar. Die hebben daar heel lang op gewerkt. En die hebben echt waar toe momentum gepakt. Mm-hmm. En die Amerikanen hebben eigenlijk niet meer ingehaald. En we zien nu hetzelfde in Europa. Hè. Dus die elektrische wagens worden zo hard gepusht door de overheden. Maar de constructeurs zijn er misschien nog niet klaar voor. Of hebben misschien niet de beste producten. En dan staan die Chinezen daar opeens. En dan is de vraag gewoon van hoe gaan we dit aanpakken? En dan horen veel, Europa is bezig met onderzoek naar anti-dumping tegen de elektrische wagens. Gaat dat helpen? Gaat dat niet helpen? Natuurlijk, de Europese constructeurs verkopen ook wagens in China. Nogal veel wagens in China. Ze hebben misschien meer te verliezen als zij tegenmaatregelen nemen. Ja, historisch gezien verkoopt een BMW meer wagens in China. De laatste jaar of meer elektrische wagens in China als in Europa. Maar die markt is wel aan het zakken. In China zijn ook die Chinese merken eigenlijk heel hard aan het opkomen. En dat is gewoon de vraag, wat gaan we daar tegen doen als Europa? Of moeten we daar ook iets tegen doen? Of willen we net eigenlijk goedkope wagens krijgen die ook wel heel hoge kwaliteit zijn? Hè? Mm-hmm. Chinese wagens zijn echt van heel goede kwaliteit. En ik denk wel echt als belegger, dan ik ben persoonlijk niet geïnvesteerd in die, ik heb eigenlijk genoeg exposure aan de automotive industrie, om het zo te zeggen. Maar dat je wel echt kan kijken naar die periode in de jaren 70 en de jaren 80 met de Japanse constructeurs. Dat is eigenlijk een heel gelijkaardige... Ja,
Ja, toen is heel geopolitiek. Japan Toyota was eigenlijk het China, afgetekend marktleider geworden in die periode. Toyota is nog altijd inderdaad het nummer 1 mondiaal qua volume. Ja, toen hebben zij inderdaad de taart naar zich toegetrokken. En het zal nu nog moeten blijken wie dat in die nieuwe trend zal doen. Ja. Op zich, wat de autobouwers betreft, hebben we al lang geen normaal jaar gehad. Het is lang een periode geweest dat mensen langs de ene kant nog geen elektrische wagen wouden aanschaffen, want ja, het was te duur. Vooral ook, ja, hoe ver kan je daarmee rijden? Er was geen oplaadinfrastructuur. De batterijen gingen lang ook nog niet zo lang mee. En aan de andere kant, een verbrandingsmotor daar ook niet voor wouden gaan. Maar ja, je hebt regulering die verandert, fiscaliteit die misschien verslechterd. Ja, mensen wachten af, we zullen het nog even doen met dit voor het uiteengeval. Lage emissiezones, ga ik daar met mijn benzineslurper nog wel binnen mogen. Dus misschien moet ik toch maar even afwachten. En heel veel mensen hebben die aankopen uitgesteld. En dan zijn die situatie toch wel verbeterd. Elektrische wagens zijn goedkoper geworden, ook omdat, zoals al gezegd, overheden ook stimuli gaan geven, fiscale prikkels gaan geven. Maar toen was er corona en toen kon je ineens geen wagen meer krijgen, omdat er dan de productie overal stil lag. Je kon niet aan halfgeleiders geraken. Alles zat vast in de havens. Dan is die situatie opgelost geraakt. Maar dan heb je de vraag die nu weer een beetje sputtert. Inderdaad, zoals Ellen zegt, je hebt de rente op autoleningen, die ook hoger is, dus het wordt duurder om een wagen te kopen. Ja. Je hebt wat inflatiestress ook, gaat wat minder willen uitgeven. En je voelt dat die vraag naar elektrische wagens, dat die nu toch wel terug wat sputtert. Net op het moment dat veel van die klassieke autobouwers, ze hebben zich wat in snelheid laten pakken door echte disruptors zoals Tesla, dat echt als een specialist is gekomen. De Mercedes'en en de BMW's zijn wat te traag eigenlijk op gang gekomen. Maar komen nu eigenlijk met heel veel modellen naar buiten. Hebben daar ook fors in geïnvesteerd. En gaat dat voor prijsdruk zorgen? Tesla is al een soort prijzenoorlog al een tijdje aan het houden. En de rest heeft zich daar niet echt heel hard... Ze zijn die prijzenoorlog niet echt hard gevolgd. Hè, zoals er net ook gezegd werd. Maar de vraag, zo overspannen was tijdens COVID, moest dat ook niet? Kon je die hoge margeproducten verkopen? En nu is dat wat de vraag. Ja, komt er nu niet net iets te veel... Te veel verschillende modellen ook op de markt. En daar komt ook nog alle auto's uit China bij. Ja. Is dat ook invloed? Ja, inderdaad. Hè. Dus Tesla was een beetje de new kid on the block. Hadden een veel lagere kostenstructuur dan andere autobouwers. Zeker wat dat elektrische wagens betreft. Tesla heeft het voordeel dat ze alles hebben kunnen herdenken, zou je kunnen zeggen. Ze hebben dat hele productieproces. Ja, ze werken met veel minder componenten bijvoorbeeld. Ze hebben het ook niet zoals die klassieke autobouwers. Dat zijn nog heel wat legacy-activiteiten meesleuren. Ze hebben niet allemaal pensioenverplichtingen en lastige vakbonden waar ze in Duitsland bijvoorbeeld last van hebben. Tesla heeft dat allemaal niet. Mm-hmm. Ook qua marketing, het is een merk dat zichzelf verkoopt. Dus ze hebben heel weinig marketinguitgaven die ze doen. Maar ze denken, een Tesla verkoopt zichzelf. Ze werken ook met heel weinig, nauwelijks met dealers. Dus ze hebben ook dat verkoopproces, om dat te vermarkten, hebben ze ook versimpeld. Dus ze hebben heel veel dingen goed gedaan. En dat is ook wat van Tesla ook een soort van beurshype heeft gemaakt. Ja, want heel die lofzang, Simon, die jij hier nu afsteekt en die juist is, die betaal je natuurlijk op de beurs. Want Tesla voor mij, en ik ben altijd een beetje een scepticus geweest, zeg ik op persoonlijke titel, de markt heeft mij ongelijk gegeven, maar ik... Ja, het wordt gewaardeerd. Het is een autobedrijf, dat wordt gewaardeerd als een techbedrijf. Voor mij zit daar een problematiek in. De waardering die je betaalt voor Tesla is dermate aberrant als je het bekijkt tegenover andere autobouwers die eigenlijk met krak hetzelfde bezig zijn en waarvan de markt nog eigenlijk een verdeling moet vinden. Je weet helemaal niet of iedereen nu met Tesla zal rijden dan wel met dat Renault R5'je of zoiets. Ik vind dat als belegger... een gek idee. Ik heb me daar nooit mijn hoofd rondgekregen. Dat je een autobedrijf bent dat echt als een techbedrijf wordt gewaardeerd. En zo zetten ze zich ook echt in de markt. Hè. Ze willen dat technologieverhaal. Ja. Het is ook wel wat zo. Eigenlijk periode 2017-18, toen was Tesla was er echt faillissementsgevaar. Was al gigantische operationele problemen, schulden ook. Ja. Toen was er heel veel pessimisme rond dat aandeel. Heel veel analisten waren er ook negatief over. Heel veel mensen zijn ook short gegaan op dat aandeel. Dat betekent dat je inzet op een daling. En als dat aandeel dan begint te stijgen, dan heeft dat wat een zelfvoedend effect. Shorters die daaruit gaan, die stuwen die waardering hoger.
je hebt altijd maar meer enthousiasme rond zo'n aandeel analisten die hun kar volledig keren, die eigenlijk heel negatief waren aan bodemkoersen en die aan veel hogere koersen dan schoorvoetend moeten zeggen, ja, misschien is het toch interessant. Mm-hmm. Dus ja, Elon Musk heeft toch wel wat de criticasters verslagen, de shorters verslagen. Dat heeft ook, ja, het is ook een soort van meme-aandeel geworden waar heel veel jonge beleggers ook zijn opgesprongen. En nu zie je dat die bel een beetje gebarsten is, omdat ook zij operationele problemen hebben. Hè. Ze hebben eigenlijk, wat zij heel goed gezien hebben, is dat innovatie dat eigenlijk in het luxe segment gebeurt. En ze zijn begonnen met die dure roadsters te verkopen en dan zijn ze met hun S-model gekomen. En nu ook die goedkopere model I, model 3. En de volgende fase, hè, de zogezegde model 2 die er waarschijnlijk aankomt, die laat op zich wachten. Hè. De goedkopere modellen die komen nu uit China. En Tesla, ja, we blijven maar wachten. Wanneer krijgen we indicaties wanneer dat er komt? En ze proberen nu zo wat de aandacht te verleggen tot, inderdaad, wat Ellen zegt. Ja, maar we zijn een technologiebedrijf, we zijn een softwarebedrijf. Je moet Tesla kopen voor het idee rond zelfrijdende wagens en zogenaamde robotaxis. Mm-hmm. Dus wat zij eigenlijk willen doen, is dat je, net zoals een Uber, dat je in principe een Tesla kan bestellen op je smartphone. Dat kan een Tesla zijn die van een privégebruiker is of van Tesla zelf. En dat die komt aangereden, zelfs zonder chauffeur. Ah, wel, het is een kwestie van tijd, en er is geen chauffeur zelfs meer in. Okay. Even terug naar Europa. Ellen, zijn er in België ook nog interessante autobeleggingen? Wel ja, hè, dan meer in de toeleveringssector. Of zelfs, ik denk, een linkje met Sam, iemand die bij jullie in het kapitaal zit. Hè, namelijk de autoholding Dieteren, als ik me niet vergis, is aandeelhouder bij Lizzy. Dat is onze eerste aandeelhouder. Ah, voilà, zien een keer. Dus Dieteren lijkt me daar de autoholding bij uitstek hier in Brussel. Een heel mooi beursparcours. En dan een aandeel dat in steeds meer wagens zit en dat echt profiteert, of zou moeten profiteren van elektrificatie van het wagenpark. Dat is natuurlijk onze aller chipontwerper Melexis. Ook een aandeel dat voor een groot deel van de omzet blootgesteld is aan de autosector. Daardoor ook nogal een beetje cyclisch van aard. Af en toe ze proberen die blootstelling aan auto's wat te verminderen, Melexis. Maar zij zitten in steeds meer auto's zitten steeds meer halfgeleiders van Melexis. Dus dat zijn toch twee Belgische namen die in die sector actief zijn. Ja. Oké. Okay. Dankjewel, vailleurs. En nu tijd, Sam, om alle kaarten op tafel te leggen. Show me the money. Er zitten 20 vragen in Wanda verstopt. Het is aan jou om een cijfer van 1 tot en met 20 op te roepen. En dan valt er gewoon een vraag uit Wanda. Zo simpel is het. Zullen we eens proberen? Ja. Welk cijfer kies je? 20. 20 meteen, oké. Okay. Tesla of Porsche? Ja, dat debat is al deels gevoerd. We hebben hier een mooi pleidooi voor Tesla's aandeel gehoord. Het zijn natuurlijk twee bedrijven die me wel dicht bij het hart liggen. Ik ben eigenlijk wel een beste fan van Porsche. De iconische 911 is wel een wagen die ik heel mooi vind. Tesla, ik heb de discussie hier wat meer gevolgd. Is volgens mij een heel interessant aandeel. Ik denk op de korte termijn, zoals we ook bespraken, denk die Chinezen gaan zeker wel voor concurrentie zorgen. Maar ik denk eigenlijk dat de waardering van Tesla meer op de lange termijn is. Hè. Dus Elon Musk heeft al zoveel ongelooflijke dingen klaargespeeld. De laatste jaren dat eigenlijk de beurs wat verwacht dat hij dat gaat blijven doen. En ik denk Tesla is vandaag niet enkel een autobedrijf, maar is ook een energiebedrijf. Ze hebben ook robots, Optimus robots. En ze hebben ook die zelfrijdende software. Stel dat Tesla de race naar die zelfrijdende software wint, dan gaat er een gigantisch bedrijf, misschien wel het grootste bedrijf van heel de wereld. Hè, want dat is echt, er zit gigantisch veel waarde in als je zelfrijdende auto's kan ontwikkelen. Nu, Porsche lijkt me dan wel op de lange termijn ook een interessante belegging. Want Porsche is eigenlijk vandaag al een heel winstgevende constructeur met heel mooie marges. Maar als je dat dan vergelijkt met een ander bedrijf, Ferrari, die hebben heel hard hun marges kunnen verhogen door echt nog luxueuzer te gaan positioneren. Het is nog meer luxe. Hè. Porsche is misschien premium. Ja. Is minder echt super luxe. Dat sommige wagens wel natuurlijk. En ik denk dat daar wel een toekomst ligt. Hè. Als je bijvoorbeeld een GT3 RS of zo kijkt, dat Porsche is wel echt een auto die een paar honderdduizenden euro's kost.
Ik denk wel dat daar nog ergens een soort van Louis Vuitton playbook is voor Porsche om nog iets... om nog up te stellen? Ik denk dat wel. Ja. Of zeker op een deel. Ja, ja. We hebben toch echt die iconische... de waarde van dat iconisch merk is volgens mij echt niet te onderschatten bij de autoliefhebbers. Ja, ja, klopt. Ook, ja. Wat Ferrari doet, is alles van accessoires verkopen. Als je Ferrari jasjes en weet ik veel wat allemaal kan verkopen, kan je merk ook nog meer verzilveren als je zoiets kan doen. Ik denk dat daar het grote succes van Ferrari van de laatste jaren ook wel een beetje achter. Die je dan ook weer ziet in de waardering. Hè? Ja. Dat zij echt, we hebben die term hier al een paar keer laten vallen, een moat hebben, een concurrentievoordeel dat andere autobouwers niet hebben. Dat zie ik het meeste in Europa bij de constructeurs, bij Ferrari, omdat zij dat is een whole different ballgame. En de marges die zij kunnen behalen en het ecosysteem dat ze rond dat merk hebben opgebouwd is bijzonder sterk. En dat uit zich ook, in de waardering. Ik voel een beetje de hete adem van Wanda in mijn nek. Okay, want ik wil heel graag een antwoord op de vraag Tesla of Porsche. Exact, ja. Spill the beans. Ik ga toch voor Tesla moeten kiezen, omdat we bij Lizzie eigenlijk heel veel Tesla's verkopen. Dat is onze best verkopende model, is de Tesla Model 3. Dus ik ga toch voor Tesla moeten kiezen, maar Porsche is... ik voel de goesting om ooit een bezitter van een Porsche te zijn. Dat wel. Okay, nog een cijfertje? 3. Wat is je meest recente belegging? Niet Porsche zeggen, hè? Okay. Ik heb mij door een vriend, denk een viertal weken terug in de sauna, Cofinimmo laten aan. All right. Cofinimmo, oké. Ik heb zelf eigenlijk niet zoveel due diligence gedaan. Maar hij heeft eigenlijk tegen mij verteld dat ze aan het omschakelen zijn naar zorgvastgoed. Klopt, ja. Dat ze eigenlijk heel gediversifieerd zijn, heel lage schuldgraad hebben, heel hard afgestraft geweest door de markt. Maar eigenlijk is dat wel echt binnen de vastgoed een parel, volgens hem. En zijn er echt wel wat internationale expansieplannen ook, dus je hebt eigenlijk nog wel, ook wel wat upside. En ik dacht van oké, ik heb eigenlijk geen vastgoed. Ik dacht, ik ga dat eens proberen. Ik heb een aantal aandelen van Cofinimmo aangezet. Okay. En tevreden tot nu toe dan? Ja, ik vind het een beetje te kort om er al iets over te hebben. Ik heb een lange termijn belegd, dus ik ga het ook niet volgende week verkopen of zo. Als ik een aandeel koop, is het echt om het lang bij te houden. Het is denk ik plus 5% momenteel. Maar, ze hebben het zeer zwaar te verduren gehad te midden van de rentestijging. Ik denk dat zij een van de meest afgestrafte GVV's waren in Brussel. Maar wat interessant is, Sam, en dat weet jij allicht, is dat ze, als zij die omschakeling naar zorg, naar die zorgfocus, als zorg vastgoed een hoog genoeg drempel in hun portefeuille bereikt, dat je dan ook een kortingstarief gaat genieten op de roerende voorheffing. Dus dat, dan is het een verlaagd tarief. Het is al een mooi dividend, dus dan gaat dat een heel mooi dividend, wel zeker met de huidige koers. Ja. Maar de jongste tijd zijn ze inderdaad een beetje aan het vertrekken. Het vastgoedaandelen, allemaal hard afgestraft in Brussel. En de jongste weken en maanden zit er toch al iets beter uit. Ja. Oké. Okay. Nog eentje. 17. Welke trackers heb je in je portefeuille? In de veronderstelling dat je trackers in je portefeuille hebt? Ja, ik ben eigenlijk wel een fan van ETF's. Ik geloof echt wel in het principe van John Bogle over dat je eigenlijk heel lage kosten gaat hebben, heel veel diversificatie, ook liquiditeit als ondernemer ook wel belangrijk. Dus ik heb een aantal trackers. Ik heb een wereld-ETF, ik heb een S&P-ETF en ook een obligatiefonds, iets van obligatie in de US, van bedrijfsobligaties. En ik alle drie heel tevreden van. En ik vind eigenlijk wel een heel goede ontwikkeling. Ik vind het een soort van innovatie. Finance is misschien niet de meest shiny innovatie. Het is niet de meest sexy fintech misschien. Maar het zorgt er wel voor dat heel veel mensen op een laagdrempelige manier kunnen beleggen, weinig risico kunnen nemen en op de lange termijn toch wel een beter rendement kunnen krijgen dan op ons spaarboekje. Ja, good on you ook, Sam. Hè? Want als drukke ondernemer is dat de manier om een beetje op een passieve, een hangmatachtige wijze wordt dus iets dat je te beleggen. Ja, dat kan je het in je schuif leggen. Hey, waarom zou je zoeken naar de naald als je de hele hooiberg kunt kopen? En met een ETF doe je dat natuurlijk. Hè? Ja, dus voilà. Ja. Mooi. Nog eentje. 13. Waar heb je het beste rendement uitgehaald? Oh, ik denk nog altijd wel mijn Lizzie-aandelen. Om het zo te zeggen, ik denk opnieuw, beleggen is voor mij meer een hobby.
Is ook zeker niet dat ik daar gigantisch rijk mee ga worden. Dus ik denk dat mijn eigen leaseaandelen zeker beter rendement in mijn portefeuille hebben gebracht dan eender welke beursgenoteerd. Kan je dat beseffen? Beter zo dan omgekeerd. Dat rendement? Ja, toch wel. Ja, beter zo dan omgekeerd. Ja. Dat klopt. Ja. Als je bedrijf opricht, is het eigenlijk misschien 0 euro waard of een aantal euro is een idee eigenlijk waard. Momenteel is dat wel al veel meer waard. Dus het is een mooie weg geweest. Natuurlijk opnieuw, het is een bedrijf. We zijn niet beursgenoteerd. Het is ook niet dat we aandelen zomaar kunnen kopen of verkopen. Dus het blijft natuurlijk een risico. Maar zo wil je het ook wel als ondernemer. Je wil eigenlijk echt al je tijd, al je geld in één onderneming steken en daar gewoon volledig voor gaan. En dat ook het mooie is. Hè, en dat ook die passie geeft en die extra push geeft om nog harder te werken en het nog beter te doen. Mooi. Allee, een allerlaatste dan? Ja. 1. Welk boek over beleggen zou iedereen moeten gelezen hebben? Dat is een goede vraag. Ik had daar straks over Bogle. Dus hij heeft een boek geschreven. Hoe noemt het boek weer? De Common Sense. De Little Book on Common Sense Investing, denk ik. En dat gaat dus echt over die ETF's. Ik denk dat eigenlijk de maatschappij in het algemeen wel betere financiële educatie kan gebruiken. Ik denk als iedereen eigenlijk, als dat bijvoorbeeld een vak zou zijn op school, investeren of een vak zou zijn over echt begrijpen hoe dat finance nu werkt, dat wel zou helpen. En dat is eigenlijk een heel, heel klein boekje en dat legt heel goed uit van inderdaad waarom dat je inderdaad in een ETF zou investeren of in een indexfonds zou investeren met lage kosten, om gewoon eigenlijk de markt te volgen, wat veel meer rendement gaat geven als al die tientallen of honderden miljarden dat er op de spaarboekjes staan in België. Dus ik denk dat dat wel een goed boek is. Een ander boek dat ik persoonlijk wel een tof boek vind, maar is een veel dikker boek, is Principles van Ray Dalio. Dat vind ik een heel tof boek over investeren, ondernemen. Eigenlijk, hij legt erin uit hoe een soort van operating system gebruikt zijn principles om beslissingen te nemen, om een betere persoon, een beter ondernemer, een beter investeerder te worden. En dat vind ik wel tof om zo eens te zien van, oké, hoe denkt nu iemand die gigantisch succesvol is geweest na over bepaalde zaken? Dat is wel een inspiratie geweest voor mezelf. Ja, zeker. Ja. John Bogle, voor mensen die hem niet kennen, de man achter Vanguard, is een van de grootste fondsenhuizen in de wereld. Een heel bezield ondernemer en belegger. Waar die voor mij dan, Vanguard, het zit ingebakken in Vanguard, de denkwijze van Bogle. En die is eerder traditioneel, en dat doet mij denken aan een anekdote van recent. Je hebt al die Bitcoin-ETF's. Zijn in de markt gezet. We hebben er veel over gebabbeld hier, Thomas. Die Bitcoin passieffondsen die uitgegeven zijn door de groten. iShares heeft dat gedaan, Fidelity heeft dat gedaan. Het zijn er een elftal. Maar Vanguard zat daar niet bij, omdat dat indruiste tegen dat Bogliaanse idee. Hij vond crypto mambo jumbo. En Vanguard heeft niet zo een crypto-trekker in de markt gezet. En ze hebben zich daar voor mij een klein beetje, niet om afbreuk te doen aan het genie dat Bogle is, zichzelf wat in de voet geschoten, omdat dat wel wat outflows in hun fondsen heeft getriggerd. Dus mensen die toch wat kapitaal zijn gaan wegzuigen bij Vanguard, als protest van, mensen doen extreme dingen als het op Bitcoin aankomt. Maar daar hebben zij dus zich heel bewust buiten dat kransje van fondshuizen gezet. En dat is hun keuze. Maar het maakt het duidt op het unieke aan Bogle en bij uitbreiding van Vanguard, ja. Bedankt voor de twee boekentips die je ons ook nog gegeven hebt, Sam. Het was boeiend en merci vooral om ons te laten meegluren in jouw portefeuille. Het is tijd om de telefoon op te nemen, want ik merk dat er een luisteraar met een dringende vraag zit. De hulplijn. Geef jouw beleggingen je soms wat angstparels op het voorhoofd? Niet bij blijven zitten? Vraag het aan onze beursvoyeurs, helpen je heel graag. Dus hebben we ook vandaag weer iemand aan de lijn die we zo goed als mogelijk zullen helpen. Het is te zeggen, we, vooral Simon en Ellen natuurlijk en Sam. Dag Philippe. Dag Thomas, dag beste beursvoyeurs. Ja, goeiedag. Wat is jouw vraag? Sinds februari heb ik het leger, het aangroeiend leger van gepensioneerden vervoegd. Gefeliciteerd. Proficiat, Philippe. En dat is een beetje het moment om financieel orde op zaken te stellen. Ik zat wat in mijn kast te snuffelen en ik heb daarnet nog een certificaat van vennoot ontdekt van de coöperatieve vennootschap Raiffeisenkas, die nu beter bekend staat als CERA. Ik heb daar als jong broekventje wat geld in geïnvesteerd.
Dat was op, naar aanleiding van een tip van een medestudent. En dat was eigenlijk een houden tip. Want toentertijd, we spreken over 1984. Mijn geboortejaar. Ja, schitterend. Ja, holala, kijk, voilà. Dat was voor jou dan misschien een leuk moment. Voor mij was het een leuk moment, want toen kreeg ik een gegarandeerd dividend van 8%. Dat is iets waar we nu maar kunnen... Ja, absoluut. Ja. Mai. Maar ondertussen is dat wat beginnen verwateren, is dat 2,5, maximum 3%. En ik vraag me af, heeft het nog zin om die aandelen van die vennootschap nog te behouden, van die coöperatieve vennootschap? Vooral omdat ik ook nu opnieuw een melding krijg van Sera. Ja. Blijf gerust vennoot, maar je kunt zelfs opnieuw intekenen voor een aantal extra aandelen, de zogenaamde E-aandelen. Welke en aandelen heb je nu? Zijn de D-aandelen of de... Ja. Die inderdaad niet meer, volgens mij niet meer opnieuw worden uitgegeven, dus dan zal inderdaad voor de E-aandelen moeten gaan. Ja. Ik ben er niet zo'n gigantische fan van de coöperatieve aandelen over het algemeen, omdat het zowat een... je neemt als belegger eigenlijk alle risico's die je bijvoorbeeld bij een beursgenoteerd aandeel zou nemen, terwijl dat je niet al de voordelen hebt. Hè. Op de beurs kan je gemakkelijk gaan aan- en verkopen. Als je coöperatieve aandelen wilt gaan verkopen, hè, dan moet je meestal in de eerste jaarhelft, geloof ik, kan je het aanvragen en dan krijg je het ergens in de tweede jaarhelft. Maar zij kunnen ook, en ze hebben dat in het verleden volgens mij wel gedaan, Sera, als er te veel aanvragen zijn, kunnen ze ook zeggen, ja, op dit moment kan je er niet uitstappen. Dus het is toch wel wat minder flexibel, wat minder, gemakkelijk om te kopen en te verkopen. Dus het is daarom, volgens mij kan die D-aandelen omzetten in aandelen KBC Ancora. Dus je kan ze niet in cash omzetten. Maar volgens mij lijkt dat wel een goede keuze om die om te zetten. En dan kan je nog zeggen van die KBC Ancora's, wil ik die buiten gooien of niet? Maar bij KBC Ancora heb je op dit moment ook nog altijd een heel mooi dividend. Dus dat is in principe iets wat je zou kunnen bijhouden. Een potentiële meerwaarde. Ik denk dat daar het schoentje... We zijn misschien te kritisch voor coöperatieve aandelen. Ik vind dat er zeker een plaats voor is in een gediversifieerde portefeuille. Waarom niet? Misschien meer als een spaarmiddel. Hè? Ze zullen het niet meer zo verkopen. En dat heeft, Filip, want dat weet jij en Thomas allicht, maar die jonkies hier aan tafel, dat weet ik niet. Maar dat heeft alles met Arco te maken. Hè? Mensen hebben daar ondervonden dat zelfs met coöperaties, dat die failliet dat kunnen gaan. Dat het fout kan lopen. Ja, en dat je je volledige inleg kunt verliezen. Dus daardoor is een beetje de promotie rond dat soort producten veranderd. Dat men die nu wel als risicokapitaal zal gaan voorstellen in plaats van als spaarmiddel. Maar je moet altijd weten, het dividend, zij streven geen winstmaximalisatie na, laat ons zeggen, maar wel een billig dividend. Maar dat dividend, hè, wat jij kreeg, die 8% op Raiffeisen, je geeft het zelf aan, dat is niet meer het geval. Ik denk dat die dividenden, die zijn nooit gegarandeerd. Hè. Ze hoeven dat ook niet uit te betalen. Dus daar moet je bewust van zijn dat dat geen garantie biedt. Anderzijds, kan je via die coöperaties wel financiering bieden aan segmenten van de markt die het ook wel verdienen. Hè. Je hebt bijvoorbeeld, Incofin en Alterfin. Dat zijn dan meer coöperaties met echt een sociaal doel. Hè. Die geven microfinanciering in derde wereldlanden enzovoort. En daar heb je dan ook nog eens een fiscaal voordeel op, als ik me niet vergis. Dus ik vind het zeker dat ze een plaats hebben. Ja, dat fiscaal voordeel, ik mag altijd een stukje van dat dividend dan in een rekening brengen. In je personenbelasting, geloof ik. Ja. Maar als je dan al genoeg dividenden trekt en die poolen zit vol, dan heb je daar ook niet zoveel aan. Als dat maximumbedrag, stel dat je met je gewone dividenden daar al aan zit in de personenbelasting, dan heb je daar ook niet zoveel aan. Ja, maar ook vroeger had je een voordeel als je in coöperatieve aandelen zat ten opzichte van beursgenoteerde aandelen, omdat je daar niet die belastingvrije som had voor dividenden. En nu heb je die wel, dus een fiscaal voordeel voor coöperatieve is ook een beetje weg op dit moment tegenover de aandelen. Ja, dus dat is ook een argument minder om nu in die coöperatieve aandelen te zitten. Maar mijn slotargument, dat ik nog mag, want ik vind dat wel echt een boeiend onderwerp. We hebben dat nog nooit behandeld in de beursvaaiers, dus dank je wel, Filip. Ja. Dus wat mijn laatste idee, je bent nu net gepensioneerd, Filip. Dat is eigenlijk, vind ik, dat is een mooie mijlpaal. En wat ik tof vind aan Sera, is dat zij hun coöperanten altijd in natura, dat klinkt nu een beetje, in natura van alles aanbieden.
uitstapjes waar je naartoe kunt gaan. Dat zijn vaak heel toffe dingen. Concerten waar je dan naartoe kan gaan. Ze bieden ook korting op bepaalde KBC-producten, denk ik. Maar ook, ja, dat zijn vaak wel toffe dingen dat je dan als Sera-coöperant kan gaan. Dat is ook wel een extra aanmoediging. Philippe, klinkt dat als muziek in de oren? Gewoon met de hele Sera-bus ergens naar een leuke plek? Zo weet ik dat ze straks opnieuw, op 27 augustus, het middenplein van de Waregemse renbaan afnemen tijdens Waregem koersen. Ja. Een hapje gaan eten, een drankje nemen. Ja, dat is kijk, ook dan, wel dan weten we wat we moeten doen natuurlijk. Dan een hoed gaan kopen. En Sera koopt snel terug. Dat is ook een fijn voordeel. Ja, met die 2,5 zal dat misschien nog net lukken. Ja, inderdaad. Ik wil je enorm bedanken, Flip, voor de mooie vraag. Jullie ook. En als er nog zijn, laat maar komen. Dankjewel. Oké, afgesproken. Dag, Filip. Ciao. Zit je vast met een bepaalde beursvraag en wil je die heel graag eens afvuren op onze vailleurs? Eén adres, podcast@tijd.be. Genoeg stilgestaan bij deze week, tijd om eens vooruit te blikken. De blik vooruit. Niks dat ons tegenhoudt. We houden permanent de beurs secuur in de mot, natuurlijk tot het einde van ons dagen. Ik ben heel benieuwd wat de komende week zoal biedt bij onze voyeurs. Ellen, waar kijk jij naar uit? Jawel, toch nog één zwaar gewicht in de kwartaalcijfers volgende week. We hebben het er al over gehad. Dat is KBC op donderdag, komende donderdag. En de pressure is on eigenlijk voor KBC, onze buren hier op de Havenaan. Waarom? Omdat andere bankaandelen in Europa eigenlijk supergoed uit de verf aan het komen zijn in dit huidige resultatenseizoen. We hebben ING gehad, UniCredit, UBS. Ja, en dat waren rapporten die erg, erg goed in de markt vielen bij beleggers. Je weet, KBC is een chronische underperformer op rapportages. Hè, wordt vaak afgestraft na publicaties. Maar ik ben toch kei benieuwd of ze deze keer in de slipstream van die sterke banken ook applaus zullen krijgen voor hun kwartaalsset. Ja. En ook het dividend van KBC gaat van de koers volgende week. En dat is traditioneel het grootste dividend in de Bel 20. Dat wordt uitgekeerd. En dat is dus meteen ook een beetje een kopwind voor de Bel 20. Ja, we zitten nu richting 4000 punten zijn aan het gaan. Dat is een belangrijke morele kaap voor de Bel 20, maar dat dividend van KBC gaat daar toch een beetje druk op zetten. Dus voilà. Oké, spannend. Horen we volgende week dan. Simon, waar kijk jij naar uit? Ik zou er misschien aan willen aansluiten, inderdaad. Ja, we zitten in de meimaand, we hebben het daarnet al even aangeraakt. Traditioneel begint er nu de minst goede periode voor de beurzen. En wat daar ook voor een stuk voor verantwoordelijk is, is inderdaad die coupons die worden onthecht, die normaal gezien een negatief effect hebben op de indexen. Maar wat tegenwoordig interessant is, heel veel zware dividendknippers, dat die dat heel goed verteren, eigenlijk hun dividendknip. We hebben het bij Xior onder andere gezien, is eigenlijk vlak na zijn ze hebben er soms een paar dagen last van om dat meteen te vertrekken. Vastnet Belgium recent nog ook heel goed verteerd. Dus op die manier krijg je eigenlijk een gratis dividend, zou je kunnen zeggen. Je hebt soms mensen die vlak voor het dividend willen verkopen, maar nu zie je dat eigenlijk de individuele aandelen en dus ook de indexen die dividenden heel goed kunnen verteren. Dus misschien wel iets om naar uit te kijken, die dividenden die geknipt worden. Oké, mooi. Sam, hoe ziet de komende tijd voor jou eruit? Waar kijk jij naar uit? Ik ga trouwen binnen een paar weken. All proficiat? Right, dikke proficiat. Wauw. Een hele andere topic als u. Dat is misschien wel iets belangrijker dan al het voorgaande eigenlijk. Ja. Maar dat is zeker wel iets heel leuk om naar uit te kijken. Trouwen en huwelijksreis. Dus daar gaan we veel mee bezig zijn de komende weken. En daar heel hard van genieten samen met de toekomstige vrouw. Het is jou van harte gegund. En wie weet met een liefdesdividend dat er uit zal komen. Een liefde. Een babytje bedoel ik, hè, mannen. Ja, je weet het. Ik dacht het wel. En ik hoop dat ze de coupon er niet afknippen. Ja. Goed, dankjewel. We zijn al aan het eind gekomen, vrienden. Dit was het. Ik bedank onze beursvailleurs van dienst. 11 uur morgen, Simon Renty. En natuurlijk onze special guest vandaag, Sam Heijmans. Ook grote dank aan onze luisteraar Filip voor de mooie vraag. En volgende week zijn we opnieuw met een gast die nog niet al te veel wou prijsgeven. Behalve dit. Graag tot volgende week. Howdy do, beursvailleurs. Hallo, beursvailleurs. Ja, die tijd in Londen kruipt al in de kleren. Bon, voor jullie steek ik met plezier de plas over uiteraard. De financiële wereld kent geen geheimen voor mij. Ik zou zeggen, keep calm and keep on investing. Toedeloo! Dit was de Beursvoyeurs.
Presentatie door Thomas de Soete. Productie door Anne-Sophie Moerman. Mis het beursnieuws niet op tijd.be.